Wat is interventie? Interventie? Hallo, Babs. Zoals je net leest, is dit een interventie? Voor jou, als dat niet duidelijk was. Een interventie? Waarom? Babs, we houden zielsveel van je, maar je spullen zorgen hier voor meer rommel dan de collectie van Brainiac. Kom op, meiden. Zo erg is het toch niet? Niet? Luister, Babs. Dit wordt echt heel zwaar. Je hebt een ziekte. Een ziekte? Ja, het heet verzamelwoede. En als je het niet behandelt, verwoest het jou, ons en daarna de wereld. Dat stond allemaal op het interweb. Oh, dan moet het waar zijn. Mooi, we kunnen beginnen met wat spullen weg te doen. Laten we kijken wat je allemaal hebt. Wat is dit dingetje precies? Heb je dit nodig? Mijn Olympus NV nachtkijkerbril. Met speakers en Gen 2 zoommogelijkheden. Nee, dus? Ja, dus. En dit hier? Ik gooi geen raket aangedreven rolschaatsen weg, oké? We hebben niet allemaal een magische ruimtering die ons laat vliegen. Dit? Ja, tuurlijk. Er zijn nu geen haaien, maar de dag dat je er een tegenkomt, ben je blij met een busje bedhaai-afweermiddel. Katjes, moet je borstelen! Een taartpunt en benen? Wat betekent dit? 1 plus 1 is zwetende angst. Zwaartraining? Hey Diana! Oh, hallo Barbara. Wat zijn al deze kleine gezichtjes en plaatjes? Oh, dat zijn emojis. De snelste manier om te communiceren. Zoals dat laatste berichtje. Daar staat dat Kar niet van wiskunde houdt. Maar dit zijn geen echte woorden. Nee, het zijn symbolen. Je zet er een stel achter elkaar voor een compleet verhaal. Een soort geheime code. Oh, ik snap het. Dank je, Barbara. Geen probleem. Later! Niet te geloven dat ik me verslapen heb. Phew. Mijn perfecte aanwezigheidsscore blijft perfect. Oh nee, hij doet het niet meer. Ik krijg mijn pak niet uit. Ik heb huis eraf. Ik kan zo niet naar de les. Babs, hoor je me? Hey Karen, hoe gaat-ie? Ik kom niet uit mijn bak. Er is iets mis mee. Ik heb je nodig. Ik kom eraan. Ik zie je bij mijn kluisje. Oké, maar schiet wel op. Oké, daar gaan we. Ik kom zo echt nooit meer uit dit pak. Stop op, Grace. Doe het. Doe het. Kom op. Allemaal onmiddellijk naar jullie klaslokalen toe. Tot nu toe gaat het goed. Oh ja, dat is zo waar. Ja, ik loop nu door de hal. Hel? Sorry hoor, maar heb je toevallig ook een halpas? Natuurlijk heb ik een halpas. Ik ben Hel Jordan, toch? Nee, ik zei halpas. Zeg maar dat gele kaartje. Geen fan van geel. Maar ik ben hier de moeite wel hoor, Beecher. Oké, ik geef je deze keer alleen een waarschuwing. Maar zorg dat ik je niet nog eens in de hal zie. Hey, hallo weer. Heb jij je halpas? Ja, ligt ergens in mijn kluisje. Zie je hem liggen? Ik zie helemaal niks. Hij ligt er. Blijf zoeken. Hey! Halpas? Fotobommen, Beecher. Niet cool. Persoonlijke ruimte. Oh, sorry, Hel. Ik wacht hier wel even. Bijna goed, Beecher. Genoeg geweest. De lieve bij is verleden tijd. Hey Diana, wat ben je aan het doen? Barbara communiceert met emojis. Dankzij deze efficiënte communicatievorm maak ik op dat ze bij dat nieuwe biologische restaurant zitten eten. Oh wauw zeg, ze is een veganist geworden. Veel gezonder dan de hele dag burritos eten. Ze heeft eindelijk die brochures van me gelezen. Veganisten komen van een andere planeet toch? Ik heb de andere Green Lanterns nog niet zo ver gekregen. Bedroefd gezicht? Misschien is het eten in het restaurant niet zo lekker. Er zijn vast weer ratten in de keuken. Ziek, groente.
Oh nee, ze heeft iets verkeerd gegeten. Dodelijke plant? Ze gebruiken haar smaakversterkers. Opgeblazen. Vies. Barbara geniet vandaag niet echt van haar groenten. Ze vindt het vast heel leuk dat ik haar emoties lees. Poison! Ivy! Chemische stengel. Boze plant. En gif. Poison Ivy! Schoolfeest. Saai. Niet cool, Hel. Hey, oké. Wie was... Help us. Een halgeest. Stop. Ik ga weg. Ik kan niet geloven dat de school spookt. Basketbal. Vangen, Hel. Oh ja, ik ga diep. Zoals mijn diepe, dromerige ogen. Help us. Halgeest. Ik moet hier weg. Aan die krankzinnige halfgeest. Ik moet hem hulp vragen. Help, halfgeest achter me aan. Wie is dit? Meen je dit nou? Hel, Jordan. Je onbeperkte halfpas kun je bij deze als doorspoel beschouwen. Pas op. Pas op. Ik ga terug naar de les.